Lou, ik heb net je lezing bijgewoond. Interessant verhaal. We verwijzen naar de column. Maar kun je in 3 regels zeggen wat de essentie van je verhaal is? In 3 regels is moeilijk. Maar ik heb proberen aan te geven dat als wij doorgaan met dat wij en zij denken, dat we dan grote problemen krijgen in de samenleving. En wij realiseren ons te weinig dat onze welvaart voor een groot deel te danken is aan ontwikkelingslanden. En dat is op dit moment te danken, maar dat was in het verleden ook zo. En ik pleit ervoor om, als we het hebben over recht op welvaart, dat wij zien dat onze welvaart, dat mensen uit Azië en Afrika en Latijns-Amerika daar ook recht op hebben, op die welvaart van ons. Oké, maar je zegt niet in wij-zij denken terugvallen. Maar je zou kunnen zeggen, om een brug te slaan, dat je wel kunt denken in onderdrukkers en onderdrukten. En daarmee zou je de textielarbeiders, die ook voorbij komen in je verhaal, ja, niet gelijk kunnen stellen, maar ook tot onderdrukker kunnen bestempelen, of onderdrukte kunnen bestempelen, net als de slaven. Ja, nou, er wordt op dit moment vooral op zogenaamde raciale gronden wordt er over wij en zij gesproken. He, buitenlanders, Marokkanen, Nederlanders, zo worden die tegen in elkaar gezet. Maar door al die verhoudingen tussen verschillende etnische groepen, door al die verhoudingen lopen andere verhoudingen, namelijk die tussen onderdrukkers en onderdrukte. Of die tussen de rijken en de armen. Of die tussen mensen die profiteren en mensen die het werk doen. En dus je moet heel voorzichtig zijn met alleen maar te denken in termen van nationaliteit of kleur of wat dan ook. Die andere verhoudingen zijn veel belangrijker.